Goedendag en welkom bij Klaagmuur TV. Wist u dat een bekende psychiater waarschuwt voor de diagnosebijbel van de psychiatrie? Tegen de voor mei 2013 geplande publicatie van de vijfde versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, afgekort DSM, een samenstelling van alle psychiatrische ziekten, ontstaat steeds grotere weerstand. Een van de heftigste critici is Alan Francis, die eens als de wereldwijd invloedrijkste psychiater gold. Met het oog op de aanstaande publicatie van de vijfde editie van de DSM roept hij er zeer nadrukkelijk toe op, ik citeer, problematische vernieuwingen te negeren. Bij nauwkeurig toezien merkt men dan ook dat weerstand dringend nodig is. Zo geldt bijvoorbeeld verdriet of vergeetachtigheid bij bejaarden reeds als een psychische ziekte. Het is gemakkelijk te herkennen dat naast de American Psychiatric Association, de uitgever van DSM, de farma-industrie een groot belang heeft aan deze massieve uitbreiding van de ziektencataloog. Zo wordt toch bijna iedere eigenlijk gezonde mens tot een potentiële consument voor de bijna zonder uitzondering zeer schadelijke psychofarmaca-producten. Dit was Klaagmuur TV. Wij wensen u nog een fijne dag en tot de volgende keer.